Zichtige u zegt, ik ben verdrietig, ik ben bezorgd. Ik zag u gisteravond ook praten met mevrouw Jukus. ja Dat ging steviger. Bent u op haar bozer dan op hem? Nou ja, ik, ik, met mevrouw Jesterkus. <laughs> Kijk, als zij, als zij zegt, als ik tegen haar zeg, waarom heeft u nou die deur naar Wilders opgezet? Want dat is volgens mij de oorzaak van het feit dat wij allemaal verrast zijn door het grote succes van Wilders. Is omdat de VVD, Rutte zei nog nooit. En Jesterkus uh, zei ja. En toen zegt ze: Ja, maar ik kan die kiezers toch niet uitsluiten? negeren, uitsluiten. Ja. Maar ondertussen zegt ze wel dat ze GroenLinks, Partij van de Arbeid uitsluit. Zijn dat dan geen kiezers, die meer dus dan miljoen bent, mensen? Dus u bent bozer op haar dan op hem? Ik ben echt een stuk bozer op haar, omdat ik haar niet consequent vind. En ik vind, ik verwijt haar echt dat zij eraan heeft bijgedragen. Dat Wilders ze een heel groot succes bij de verkiezingen hebben. Nou, ja, maar, heeft maar dat, is, dat is wel heel bijzonder. Oh, je mag um, het verder opnemen. Mag Nou, gewoon uh, zeggen dat de enige reden dat de PVV 37 zetels gehaald heeft... is omdat Jezilkus gezegd heeft dat ze zou samenwerken. Ik denk dat het politieke midden de afgelopen jaren in Nederland... hard gefaald heeft om een aantal problemen op te lossen. En die gaan op bestaanszekerheid. Die gaan op eens. beter bestuur. En dat is ook de reden van deze verkiezingsuitslag. Ja, meer dan alleen de, de, de keuze van mevrouw Jezilkus zegt u. Ja, ik denk dat als mevrouw Jezilkus die keuze niet gemaakt zou hebben... dat zal ongetwijfeld een zetel geschild hebben. Daar maken we niet druk om, maar... Uh, zeggen dat het alleen maar lag omdat mevrouw Jeziuwels ja. iets zei voor de verkiezingen? Dat nou, Ik de... denk dat het meer dan een zetel heeft gescheeld. Ik denk ja. dat het fors wat gescheeld heeft. En wat denk ik ook gescheeld heeft, is dat het beeld werd gecreëerd, ook door haar en ook door Wilders, dat alle problemen in dit land met te veel asielzoekers te maken hebben. U zegt dat niet, ik zeg dat niet, maar zij hebben dat wel voortdurend. Okay. Bovendien is ze begonnen met een grote leugen over nareis op nareis op nareis. Ja, dat heeft ze gisteren ook uitgebreid met de overhaal. Dus, dus wat dat betreft, ja. ja, ik ben bozer op haar dan op hem, ja. <laughs>